Hij is mooi, hè? Nou, deze prachtige cover die sprak mij zozeer aan dat ik deze reeks per se wilde lezen. Apache Junction deel 2 Schaduwen in de Wind is pas uitgekomen bij uitgeverij Arboris. En ik dacht aanvankelijk dat die alleen op hardcover zou zijn. Maar toen ik hem uiteindelijk ging kopen, tot mijn grote verbazing hadden ze ook deel 1. En allebei in softcover. En ik was heel erg blij, want nu kon ik meteen beide delen kopen en dus ook het begin van het verhaal lezen. Deze cover vind ik nog veel mooier. Ben ik heel eerlijk, in deze vind ik nog mooier. Dit is echt iets wat ik gewoon wil inlijsten en ophangen. Prachtig gewoon. En deze reeks is ook nog een keer gemaakt door een Nederlandse stripmaker, Peter Nuiten. Dus een western van eigen bodem en eentje van hele hoge kwaliteit. En dat vind ik heel erg gaaf. Peter Nuiten die kiest voor een hele interessante insteek. Een western tegen een historische achtergrond. De titel Apache Junction verwijst naar een stadje. Ga even de Amerikaanse geschiedenis erop naslaan en daar vind je dat stadje terug. En nog veel andere plaatsen en personen die in dit album genoemd worden. Verder is het natuurlijk gewoon een fictief verhaal. En een hele interessante hoofdrolspeler. Een koerier uit het leger genaamd Roy Clinton. Alleen het bijzondere even aan hem is dat hij voor de helft is hij een Shirakahua Apache. Het is een hele mond vol. En om het nog interessanter te maken, is er een Apache ontsnapt uit de handen van het Amerikaanse leger, genaamd Zwarte Wolf. Hè. Dat is natuurlijk de naam die de blank aan hem gegeven hebben. Zijn Apache naam staat ook in dit boek, maar die kan ik niet uitspreken, want ja, ik ben blank, dus ik zeg dan maar gewoon Zwarte Wolf. En dat is dus een neef van deze Roy Clinton. Nou, en hun paden kruisen op het moment dat hij gewond in een ranch is waar hij verzorgd wordt en Zwarte Wolf met zijn mannen die ranch willen aanvallen vanwege een wapendeal die misgegaan is. Daar ontspint zich een heel interessant verhaal waarbij verschillende partijen erbij blijken te zijn en niet alleen het Amerikaanse leger, maar ook bewoners uit het dorpje Apache Junction die achter die wapens aanzitten. Natuurlijk ook de Apaches en ook nog eens een keer Mexicanen erbij. Dus het is een heel wespennest waar dit hele verhaal zich in afspeelt, maar ontzettend interessant om te lezen en ontzettend mooi getekend. En ik pik er gewoon misschien wel de mooiste plaat uit het eerste deel uit. Ik weet het niet, maar deze vind ik gewoon echt zo ontzettend gaaf. En daar hou ik van die pagina grote tekeningen. Het tekenwerk van Peter Nuiten is fantastisch. Het is heel mooi realistisch, het is heel gedetailleerd. Ook de personages die je in het verhaal ziet. Ja, het is echt genieten als je deze reeks aan het lezen bent. En juist omdat hij gekozen heeft voor een hoofdpersoon die eigenlijk een beetje tussen twee vuren in zit. Hè, waarvan je zegt van ja, waar ligt op een gegeven moment je loyaliteit? Want hij weet dat de soldaten waar hij bij hoort op zoek zijn naar die wapens. En ja, laten we het even eerlijk zeggen, zijn familie is ook op zoek naar die wapens. En met name in het tweede deel, daar zit een stuk dat hij komt bij een kamp waar een groot aantal van die Apaches zijn. En daar krijg je wat gesprekken over wat er allemaal gaande is en hoe ze daarmee omgaan. En dat vond ik echt heel erg interessant om te lezen. Dus alles bij elkaar is dit echt een fantastische reeks. En het leuke is even, Peter Nuiten die doet heel veel aan educatieve en historische boeken. Daar maakt hij illustraties voor. Maar hij heeft ook bij Studio Jan Kruis gewerkt heel wat jaren. Dus hij houdt van geschiedenis. Maar hij vindt stripmaken ook heel erg leuk. Ja, en dan kan hij met de reeks Apache Junction de beide zaken heel erg mooi combineren. En wat het dan helemaal nog even leuk maakt voor de geschiedenisliefhebbers, is dat hij aan het eind van beide delen, zowel deel 1 als deel 2, een heel stuk informatie geeft over de situatie die zich in werkelijkheid afspeelde uit de tijd waarin dit verhaal ook weer speelt. Dus alles bij elkaar. Er zit zo ontzettend veel in. Ik kan deze reeks alleen maar aanraden. Dus ga naar de stripwinkel. Ga hem halen. Het enige lastige is wel even dat we nog wel even wat geduld moeten hebben voordat het derde en laatste deel uit deze reeks gaat komen. Dat wordt pas oktober 2017. Ja, dat is dan weer minder. Maar ik heb ook gelezen dat er in de tussentijd een andere reeks van Peter Nuiten uit gaat komen. Die zich in een geheel andere plek van de wereld en een hele andere tijd afspeelt, namelijk meer de Romeinse tijd. Daar ben ik dus ook heel erg benieuwd naar en die ga ik zeker ook in de gaten houden. Dus hou die ook in de gaten, want zeker als je dit eenmaal leest en je ziet hoe prachtig hij kan tekenen, ga je die andere reeks ook willen lezen. Apache Junction is verkrijgbaar bij de stripwinkel, deel 1 en deel 2, zowel in hardcover als softcover. In ieder geval de tweede is een hardcover, of de eerste in hardcover is, dat weet ik even niet, maar dat zie je vanzelf.
Ga hem halen, ga hem lezen. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Bedankt voor het liken, commenten en natuurlijk abonneren. En ik hoop jullie zeker bij een volgende video weer terug te zien.